Goedenavond, hartelijk welkom bij Hengelo's Pijl, een samenwerking van de Twentse Courant Uwantia, Radio Hengelo TV en de Schouwburg Hengelo. Tweede seizoen van Hengelo's Pijl, aflevering 1. Ik denk dat we vanavond aansprekende gasten hebben, ook aansprekende onderwerpen, publieksonderwerpen die eigenlijk iedereen aangaan. Esther. Ja, we hebben voor de tweede keer vorig seizoen hebben we het onderwerp behandeld. Maar het is een onderwerp dat zo gigantisch leeft dat we hem opnieuw op de agenda hebben gezet. Dat is het afvalbeleid. En daarover praten we in het tweede half uur van deze uitzending met Eddy van Essen. Is tegenstander van het omgekeerd inzamelen. André Mosman, fractievoorzitter van de Gehandicaptenraad in Hengelo. Floor van Grauw, fractievoorzitter SP. En Marcel Elfrink, de wethouder, schuift aan. Ja. We hebben, net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar elke uitzending een column. Die komt, wordt vandaag verzorgd door Bertel Mulder. En we hebben straks natuurlijk muziek en die is in handen van Lovers Alliance. En gasten nu aan tafel. Henk Poort, Bas van Wakeren, Henk Poort van Stichting Twente Heartsafe, Bas van Wakeren van Pro Hengelo. Stichting Twente Heartsafe, ja, het heeft met het hart te maken. Dat klopt. Dat klopt. Voor 10 jaar geleden opgericht nadat ik zelf werd getroffen door 3 keer een hartstilstand. Of circulatiestilstand moet je eigenlijk zeggen, maar een hartstilstand en is het over. Dat heeft geleid dat ik op een woensdagavond om 12 uur werd gebeld door Sinestar, was een bioscoop, was mijn dochter op bezoek, film kijken. Ze was onwel geworden. Nou ja, word je als auto's gebeld of je wilt komen. We zijn er direct heen gegaan. We komen daar, ze knapt op. En ik knap eigenlijk letterlijk af. En ja, toen kwam in de gaten dat het helemaal niet goed zat. Was een ambulance aanrijden, toen kreeg ik stickers op mijn borst en werd al duidelijk dat het een infarct was. Mm-hmm. Ik had al vrij spoedig na een eerste circulatiestilstand. Een half uur later weer in en de derde was in de dotterkamer. Vlak voordat ze met dotteren moesten beginnen kwam er nog één achteraan en daar waren er 3. En ja, je bent gedotterd en het was weer goed, gelukkig. Ik heb geluk gehad. Op welk moment besloot jij, tijdens je revalidatie waarschijnlijk al, ja, om een stichting Twente Heartsafe op te richten? Ja, dat was vrij snel daarna, want hetzelfde is mijn vader eigenlijk overkomen toen hij 42 was en die heeft het dan niet gered. En toen had ik toch zoiets van, potverdorie, toen las ik over AED's. Ik denk, ja, daar ga ik iets mee doen, daar ga ik maar met hart en ziel ga ik maar in vastgrijpen, vastbijten en dat ga ik uitdragen. En nou, dat is denk ik ook wel aardig goed gelukt. Want wat is Twente Heartsafe? Twente Heartsafe zet zich met name in het uitzetten van AED's, mensen ondersteunen, informatie verschaffen, mensen opleiden. We hebben een eigen servicedienst, ja, eigenlijk van A tot Z het complete verhaal. Ik ben er in mijn eentje mee begonnen, maar we zijn nu met 19 mensen. Dus. Is het een 24-uurs bedrijf? Ja, min of meer wel. Ja, ja, we zijn ook 's nachts bereikbaar. En even voor mensen die niet weten wat een AED is? Automatische externe defibrillator. Die wordt gebruikt bij een circulatiestilstand. Dus zeg maar bij hartinfarcten, ja, kan een AED. Ja. Zou hij het verschil kunnen maken tussen leven en dood? Ja. Hoe was de situatie destijds met de AED's toen jij begon met de stichting? Toen was er geen AED. Ik heb ook in Sinestar waar het toen gebeurde was geen AED. Maar ik had gewoon ontzettend veel geluk dat er een ambulance aanrijdend was voor mijn dochter. En die opknapte en ik daar eigenlijk ging liggen eigenlijk. Dus ja, binnen een minuut waren ze er eigenlijk ook al. Dus dat is gewoon mijn geluk geweest. Nou, en hoe is de situatie op dit moment? Want we praten nu over 10 jaar verder, hè? Nou ja, goed. Er is best wel een boel gebeurd. Nog in 2012 tijdens een nekhernia-operatie nog wel een stilstand gehad. Maar die konden ze heel snel weer oplossen. Nog een 10 jaar eroverheen, nog een hersenbloedingje eroverheen. En, ja. Maar ik bedoelde eigenlijk aantal een aantal AED's. Ja, echt net een medicijnenkast, echt ja. Maar hoe is het in die 10 jaar verlopen met het aantal AED's? Oh, je bent vanaf een nul situatie begonnen? Ik ben vanaf nul begonnen, ja. Ik ben echt eerst helemaal in die materie vast gaan bijten. Wat is een AED, wat doet hij, waar kun je ze precies voor gebruiken? En nou, op een gegeven moment, dat werd zo breed, zo wijd. Maar ja, je kunt het als ervaringsdeskundige kun je verhaal vertellen. En dat is iets wat de mensen wel aanspreekt. En zodoende wist ik het ook eigenlijk. Hoeveel AED's zijn er op dit moment in Hengelo? Ik schat dat er in Hengelo geregistreerd zullen het er zo'n 80 zijn die geregistreerd zijn. Nee, 80. 80. In een alarmeringssysteem. Maar er zijn er waarschijnlijk veel meer. Er zijn er veel meer. Achter een poort, hè? Achter een bedrijfspoort. Ja, precies. Ik schat dat er in Hengelo misschien wel een kleine 500 zijn. Alleen, we weten niet waar. Bij welk aantal is het netwerkdekkend?
Dus als je, dat je binnen hoeveel minuten moet je ter plekke zijn? Ja, nou, dat is iets waar ik echt wel graag iets over wil vertellen. Want we hebben het allemaal wel gehoord van de 6-minuten-kreet van de Hartstichting. En dan denken de mensen gelijk dat er ook 6 minuten tijd is om iemand te kunnen helpen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je krijgt een circulatiestilstand. Mensen schrikken. Er moet 112 gebeld worden. Je wordt uitgehoord wat er aan de hand is. Er moet gealarmeerd worden. De burgerhulpverlening moet gealarmeerd. Dan ben je eigenlijk al 2,5 à 3 minuten verder eigenlijk al. Nou, dan begint de hulpverlener nog eens een keer met het opstarten van het reanimatieprotocol. Dan ben je ook weer 1,5 minuut verder. Dus in feite is er voor de burgerhulpverlener maar zo'n 2,5 à 3 minuten tijd om een AED op te halen en de reanimatie op te starten. Dat is geen 6 minuten dus. En vandaar dat het netwerk ook heel erg fijnmazig moet zijn. En dat we hebben gezegd van ja, een AED die moeten elkaar eigenlijk overlappen. Je hebt de mensen zijn het belangrijkste, de burgerhulp. Oké, en hoe is de medewerking van particulieren, maar ook van de gemeente? Ja, nou ja, van de gemeente hebben we nu gelukkig en daar hebben we jaren over gevraagd van jongens, doe dan ook alsjeblieft wat. Nou, Bas die is er ook hartstikke druk mee geweest, heeft het ook voor elkaar dat er nu toch eindelijk een beweging bij de gemeente is. En daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, en dan is het is iets wat de mensen zelf ook aan moeten spreken. Oké, okay, maar dat 80 AED's is nog geen dekkend netwerk. Bij lange is geen dekkend netwerk. Nee. Bas van Waker, Pro Hengelo. De gemeente. Wat doet de gemeente voldoende om die AED's dekkend te maken? Er zijn verschillende gemeentes in Twente die heel veel doen. Rijzen, die schaft de AED's aan. In Hengelo hebben we als gemeente tussen niets gedaan. Helemaal niks. Dus wat Henk ook zegt, ik ben al jaren bezig om te kijken of we de gemeente daarvoor kunnen mobiliseren, zeg maar. En dat is eigenlijk een maatschappelijke taak? Ja, ik vind het een maatschappelijke taak. Een taak van de gemeente? Nou, een kentaak. Kijk, als je in onze stad bijvoorbeeld een verkeerskruispunt zou hebben, dan zouden elk jaar 1 of 2 doden vallen op dat kruispunt. Dan gaat dat kruispunt overhoop, dan weet je zeker, dan worden er tonnen in geïnvesteerd om dat kruispunt veiliger te maken. Mm-hmm. En als het om AED's gaat, ja, dan hebben jij en ik, kijk we Henk aan, eindeloos moeten soepbatten bij de gemeente. Om het de gemeente Hengelo AED dekkend te krijgen. En die brood bespreekbaar te maken eigenlijk. Want op een gegeven moment krijg je ook echt het gevoel van daar heb je die zeurzaak ook weer. Ja, ja, maar het is zo erg. Ik bedoel, je kunt niks krijgen, maar als jij dus nu tekent dat je van de deur wordt afgekeken. Nou, dat gevoel kreeg ik wel, ja. In de gesprekken die ik heb gehad, zeg maar, werd er toch voortdurend gezegd van dat valt allemaal mee, het is best wel goed voor elkaar. En dan kwam ik weer met tekeningen, ja, die tekeningen kloppen niet, dus het was een heel moeizaam gebeuren. En de eerste stap is nu, zeg maar, en daar heeft de gemeenteraad ook een motie over aangenomen, om de AED's, er zijn heel veel AED's, wat Henk ook zegt, die staan s'avonds en s'nachts achter slot en grendel, die staan bij bedrijven. Ja. Nou, de eerste stap is, zet nou die AED's gewoon 24 uur per dag buiten het pand. Maar daar heb je de medewerking van ondernemers. Daar heb je ondernemers ervoor nodig, dus er is nu budget gereserveerd om, zeg maar, die ondernemers te stimuleren om een AED buiten het pand neer te zetten. En dat budget is dan gereserveerd om de kasten. Uit de gemeente? Ja. Om hoeveel geld gaat het? Nog maar 6.000 euro. Dus het is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Ja. Maar goed, is wat Henk zegt, de eerste stap is gezet. Ja, want het is echt veel geld om een Hengelo staat. Wat dat betreft op AED-gebied gewoon slecht voor. Er zijn er weliswaar nu 80 in het alarmeringssysteem, maar van die 80 zijn er een heleboel. Ja, die zijn aan hun end of life. Ik bedoel, na 8 à 10 jaar moet je ze gaan vervangen, want dan zijn ze niet meer betrouwbaar. Met het risico dat de patiënt overlijdt omdat hij niet doet. Ja, precies. En dat wil je natuurlijk helemaal voorkomen, hè, dat gebeurt. Oké, ken je die situaties dat AED's niet functioneren? Hoor je wel. Ook in Hengelo? Het is wel gebeurd, ja. Met fataal gevolgen? Met fataal gevolgen, ja. Nou, dat geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is dat we een dekkend netwerk hebben van AED's in Hengelo. Maar waar praten we dan over? Een dekkend netwerk. 400 AED's, het is nooit genoeg misschien. Als je Hengelo kijkt, tenminste dat is onze stelling, van 4 AED's per vierkante kilometer. En dan moet je er ook nog eens een keer van uitgaan dat je ook hoogbouw hebt hier. Hè? Stel je voor dat iemand boven in een flat zit die dat krijgt. Ik bedoel, je moet dat. Het is allemaal tijd. Ja, maar waar praten we over? Hoeveel AED's zijn nodig? 100. Dus nog 20 erbij. Nou, zo kun je het niet helemaal stellen, want die 80 zijn nu is gewoon willekeurig wat aangemeld is. Dan zou je ook nog sommige moeten gaan herplaatsen of weer gaan verplaatsen. Van onze stichting zit een hele boel hier in Hengelo, nou, die lopen ook een keer op een end of life. Hmm. Dus dat zal weer geïnvesteerd moeten worden. Ja. En hoe zit het met, want de accu is op een bepaald moment, de levensduur van de accu is beëindigd.
Zit daar een controle achter of kom je daar pas achter op het moment dat je het apparaat wil gaan gebruiken? Nee, die AED's die hebben allemaal een fabrieksgarantie van 7 jaar. Nou, die 7 jaar die is wel ergens op gebaseerd. Dus na die 7 jaar moet je echt gaan denken van jongens, 7, 8 jaar, je kunt best wel een jaar leren, maar dan moet je echt naar vervanging overgaan. Maar je kunt niet denken als met een wasmachine van nou, als je stuk gaat, dan zie ik het wel, dan koop ik dan wel een nieuwe. Als dat bij iemand gebeurt die in de circulatiestilstand is, dan kun je niet gaan denken van nou ja, jammer dan. Nee, die moet dus vooraf moet je eigenlijk al gaan vervangen. En daar zijn we nu in Twente ook heel hard mee bezig hoor. Maar gaat en wat kost een nieuwe accu voor een AED? Een nieuwe accu is €400. €400. Maar die toestellen die we plaatsen zit je rond de €2000. Ja. Maar zeg maar, als je praat dus over vervanging, hè? Vervangingsinvestering. Vervanging, ja. Of over geld praten we dan? Als je hier in Hengelo zou kijken, ja. Nou, ik denk als je in Hengelo het echt weer helemaal goed op de rit wilt hebben, echt perfect, ben je een ton verder. Echt wel een ton. En dan heb je het helemaal voor elkaar, een tech netwerk. Ja, dan is die aardig tech. Wasmaker. Ja, nou ja, goed, Tom. Ja, kijk, ik begrijp best dat de gemeente nu niet in één keer een ton wil uitgeven. Maar ik heb voorgesteld om het gefaseerd te doen, een aantal jaren. Dus een 5-jaren plan? Ja, bijvoorbeeld. En dat je gewoon in 5 jaren, ik vind 5 jaar nog wel lang, maar goed, laten we het dan maar even ophouden. Dat je gewoon in een aantal jaren het netwerk van AED's in Hengelo helemaal dekkend hebt. Heeft Rees het ook zo gedaan? Rees heeft het perfect voor elkaar, maar doet de gemeente het zelf, ja. Die hebben het in één keer uitgegeven die op 5 jaar? Die hebben dat in één keer gewoon neergezet. Nee, die hebben het gewoon neergezet. Ja. Dat is datzelfde geld voor Twenterand. Is dat iets om in te brengen bij eventuele collegeonderhandelingen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat alle partijen bezig zijn met het schrijven van verkiezingsprogramma's. Dit zal voor ons een item zijn. Lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter Pro Hengelo hier aan tafel. Ja. Dus dit is een onderwerp dat zo... Ja. Ja. Prominent is voor jou. Ja, zeker. In hoeverre is dit taak van de gemeente? Want dat is volgens mij de discussie die wordt gevoerd. Is dit de taak van de gemeente ook net zoals als een apparaat een keer gebruikt is, die stickers zijn gebruikt waarmee de pets worden vastgeplakt. Zijn nou vervanging toe €150 geloof maar ik. Ja, dat is nu geregeld. Hè? Dat is geregeld? Ja, dat is nu geregeld. Daar zijn we ook heel erg druk mee geweest. Maar per 1 januari 2018, dan komt de ambulance Oost dan eigenlijk in beeld. Die wordt daar zo meteen de regisseur in dat vervangen wordt en waar de betaling daar wegkomt. Okay. Maar daar hebben we wel 3 jaar over liggen, Soebar en met Den Haag. Ja. Maar kan dit ook nog eens 3 jaar duren voordat Hengelo een dekkend netwerk heeft? Nee, wat Henk zegt kost €100.000 als je het helemaal dekkend wil maken. Ik begrijp best dat er nu geen €100.000 voor beschikbaar is. Het gaat om mensenlevens. Ja, nou dat verbaast me iedere keer in de discussies die ik heb gehad met de wethouder. Dat je moet soebatten om een paar AED's terwijl het om mensenlevens gaat. En dat vind ik onbegrijpelijk. En je hebt het ook niet altijd over ouderen, hè? Maar dat wordt ook zo vaak gedacht. Ach, dat zijn de ouderen die daarover. Maar de leeftijd, dat zegt helemaal niks meer. Hoor. Ik bedoel, ik was zelf 46, maar je komt ze tegen van 23, werkelijk waar. We hebben laatst nog een, echt waar, ja, dat krijgt me dan zelf van een kind van 6 jaar, wat op de kleuterschool, wat er net op school zit, en waar de vader dan van overleden is, dan laatste. Ja, echt, dat verscheurt je, jongen. Dat is ook een verhaal. Nou ja, je ziet het met de voetballer van Ajax, als je de beelden ziet, er staan gewoon 4, 5 man, staan er gewoon 3, 4 minuten omheen. Ja. Er gebeurt helemaal niks. Nee. Als ze gelijk waren begonnen met reanimeren AED, dan was de situatie waarschijnlijk heel anders geweest. Ja, maar dan hebben we hebben het steeds over een dekkend AED-netwerk. Maar behalve een apparaat zijn er ook mensen nodig die de AED kunnen bedienen. Zeker in het begin al, dat zijn de belangrijkste. De AED is een stukje gereedschap. Hè? De mensen die het uit moeten voeren, die zijn het belangrijkste. En hoe zit dat in Hengelo? Het zit goed, maar er zitten nu zo rond de 1000 à 1100 burgerhulpverleners die ingeschreven staan bij hartslag nu. Na 5-6 uur 's avonds neemt dat aantal wat af. Mensen gaan naar huis wonen in een andere plaats, maar goed, kom ook weer wat terug. Dan neemt dat met zo'n even dit nog, als iemand zich wil melden als burgerhulpverlener, die de AED, hè, leert dan om de AED te bedienen via jou, hè, via jouw stichting. Moet hij zich dan melden bij Stichting Twente Harts? Nee, bij hartslagnu. Hartslagnu. Ja. Hartslagnu.nl. Hartslagnu.nl. Oké, okay, ik denk dat we nu toekomen, Esther. Ja. Een heel belangrijk punt. Ja, dit is, het gaat vanavond iets anders dan in een andere uitzending straks het geval is. Ja. Nieuw in Hengelo Spel is een nominatie voor een persprijs. Ja. En dan gaat het om mensen die Hengeloers die... Op een aansprekende, boeiende manier. Constructieve, boeiende manier. Met meerwaarde voor heel Hengelo eigenlijk. Nou ja, wij waren eigenlijk vrij snel uit. Dus heel dat deze keer iemand moet zijn, is dat Henk Poort, ben jij dat? Ja. 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 Ja.
Ja, wij nomineren Henk Poort. De eerste nominatie van de persprijs die volgend jaar juni wordt uitgereikt. Dus in totaal hebben wij dan 10 nominaties. En Henk, je doet fantastisch werk. Dat vinden wij als pers. En ga zo door. En, heb je zelf een AED thuis? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, nou ja. En Gerard zei het volgens mij net al. Laatste uitzending van dit seizoen wordt de winnaar van de persprijs bekendgemaakt. En dan hebben we het over de juryprijs en de publieksprijs. Ja. Wat een spannend geheel. Ja, heel spannend. Met mooie prijzen. Mooie prijzen. Dus ja. Misschien dat je mobiele AED meeneemt. Ik vind dit voor het geval dat. Ja, mobiele AED meenemen. Ja. Je weet het nooit. Ja, ja, voor de spanning. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Geweldig. Een flesje rode wijn, alsjeblieft. Nou, hartstikke mooi. Vind ik hartstikke ja? Mooi. Ja? Ja, hartstikke mooi. Oké, okay, Henk. Dankjewel. Heel mooi. Nou goed, ik denk dat we nu gelijk verder gaan naar onze Berto Mulder. Voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Hengelo. En Berto gaat zijn column voordragen. Berto, ga je gang. Dankjewel. Dit seizoen wordt tijdens iedere uitzending iemand voor de persprijs genomineerd. Tijdens de laatste uitzending wordt de winnaar geëerd. Henk Poort van Stichting Hartzeef is tijdens deze uitzending genomineerd, omdat mede dankzij hem een dekkend AED-netwerk in Twente is gerealiseerd. Hij heeft zich hiervoor hard gemaakt, daarom zijn er vele levens niet vroegtijdig aan het einde geraakt. Het afvalbeleid is op 1 juli 2015 via het college bij de raad gekomen. Daar is op één raadslid na een unaniem besluit genomen waar ze na een tik over de vingers van de Raad van State snel van terug zijn gekomen. Stan Horsthuis was als enige tegen. Hadden ze naar hem geluisterd, dan zaten we nu niet vol spanning aan onze stoel gekluisterd. Eddie van Essen heeft nagenoeg in zijn eentje de boel aan aangemaakt. En ondanks dat zijn verzoek is afgewezen, heeft de Raad van State en het Hengeloos College wel de les gelezen. En op een paar huiswerktips gewezen. Waarom geven het college en de Raad hun foute beslissing niet gewoon toe? 75% van de burgers was tegen. Wat dachten ze toen? Laten we dat feit maar niet meer laten wegen. Een aan een rollator gebonden ouderen moet straks 250 meter lopen met een vuilniszak naar de ondergrondse containerbak. De andere versie is dat de ondergrondse bak bijna in iemands tuin staat, zodat je van de stank zeker zomers op de loop gaat. Vanavond hier in Hengelo-Spel aan tafel onze binnenstadwethouder Marcel Elverink en Eddie van Essen. Vrienden voor het leven, of laten ze dus Brasserie Zonijs vanavond op hun grondvesten beven? Het is te hopen dat ze naar elkaar horen, in plaats van dat ze elkaars gedachtegoed de grond inboren. Na elkaar luisteren en van elkaar leren, levert elkaars levert meer op dan elkaar constant te knippen en te scheren. Het is niet eenvoudig om de politiek correcte, wat langdradige Elverink te laten communiceren met de fanatieken van Essen, maar de avond zal het leren. Hopelijk gaan ze beiden naar huis zonder scheuren in hun kleren. De eenmansfracties Lokaal Hengelo en Lijst van Veen voelen zich in zaken afvalplan door het college als raadslid buitenspel gezet. Dat is voor beiden de tweede keer dan, nauwgelet. Partijen moeten koppen bij elkaar steken over het afvalbeleid, vindt de fractie van het CDA. Een geweldig plan. Maar hoeveel mensen van de CDA willen er nog bij elkaar zitten dan? De gemeenteraad van dit moment kan nog moeilijk met elkaar door één deur. Het hangt een beetje aan elkaar van valse beschuldigingen, naijver en gezeur. Misschien moeten we het hele verhaal over de verkiezingen heen tillen en vragen aan het nieuwe college en de nieuwe raad of die er nog eens naar kijken willen. Het college let er niet goed op. De raad nam het stel besluit, daarom is dit verhaal nog lang niet uit. Dank u wel.
Beto, dankjewel. Ja, Beto, bedankt. En ik weet niet of u het gehoord hebt, maar de hele column dus van A tot Z volledig op rijm, hè? Ja, volledig op rijm. Morgen op onze site alles nog eens na te luisteren. Met beeld, denk ik. Of zonder beeld. Nee, zonder beeld. In de loop van de week komt deze uitzending live op Facebook en... Radio Hengelo TV en op de site van Tribantia. Kunt u alles nog een keer terugkijken. Maar dat terzijde. Nou ja, Beto die zet helemaal voor. Tweede onderwerp is het afvalbeleid. Vorige week woensdag is het zogenaamde ontwerpplaatsingsplan is ter inzage gelegd. Het is het plan, en volgens mij ook wel het locatieplan voor ondergronds afvalcontainers genoemd. Dat ligt ter inzage, mensen kunnen daarop reageren. De ter inzagelegging is, Eddie van Essen, als ik het juist zeg, naar aanleiding van een zaak die je hebt aangespannen bij de Raad van State. Dat klinkt als een behaald succes, maar nu ga je toch opnieuw, maak je de gang naar Den Haag. Er is op druk af. Hij staat aan. Ja, die kans zit er redelijk in, ja. Omdat natuurlijk al lang niet die voorwaarden zijn voldaan waar je aan zou moeten voldoen als je het op een zorgvuldige manier in wilt voeren. En dat wil zeggen dat dus bijvoorbeeld de brengafstand, dat daar gewoon discussie over is en dat daar zelfs nou in één keer niet meer in de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit helemaal niet meer in terug te vinden is, terwijl het vroeger 75 meter in stond. En nog meer punten, nog meer formele punten? Nou, ik denk dat dat wel een van de essentiële zaken is. Kun je op basis van dit plan wat nu naar buiten is gekomen naar de Raad van State? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Zeker weten. Maar ik even een misverstand uit de weg helpen. Ik heb dus, en er wordt gesuggereerd dat ik het principe van omgekeerd inzamelen orde heb gesteld bij de Raad van State. Maar dat is absoluut niet het geval, want dat is besloten door de gemeenteraad. En dan kan ik proberen om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. En dan kunnen we acties voor houden, zoals die stickers die we hebben. Ik heb gewoon over de manier waarop het ingevoerd wordt. Daar heb ik dus bezwaar tegen gemaakt. Formele bezwaren, maar ook praktische bezwaren. Ja, gewoon de wijze, de onzorgvuldige wijze waarop het dus ingevoerd wordt. Eerste reactie van de wethouder. Ja, de Raad van State die heeft daar een duidelijke uitspraak over gedaan. En ook gezegd dat wat wij eigenlijk informeel hadden gedaan. Organiseren van inwonerbijeenkomsten en... bewoners ook informeren over persoonlijke huis aan huis, dat we dat ook op een formele manier moeten doen. Dus die uitspraak heeft de Raad van State gedaan en dat gaan wij ook doen. En daarom ligt nu het nieuwe ontwerpplaatsingsplan, dat ligt dan te inzage. Uitgangspunt was het plaatsingsplan wat we eerder dit jaar hadden opgesteld en waar we ook het gesprek over zijn aangegaan met onze inwoners. En naar aanleiding van die inloopbijeenkomsten hebben we ook op tal van plekken hebben we ook besloten om extra containers te laten staan of containers te verschuiven naar gelang de wensen die er zijn of eventueel containers bij te plaatsen. Daarvan is gezegd de gemeente haalt er eerst 90 weg en plaatst er nu weer 60 bij. Eddie? De gemeente haalt er nog steeds meer weg dan er oorspronkelijk toegezegd is bij de gemeenteraadsvergadering. En er zijn niet een kleine aantal. Vandaag heb ik alles weer uitgezocht wat er nou uiteindelijk bijgeplaatst is. En er zijn gewoon wijken waar gewoon niks bij geplaatst wordt. Hasselers, Slangenbeek, noem maar op. Er komt geen enkele container bij ten opzichte van het eerste plan. Het komt met name in de hoogbouwwijken, waar men natuurlijk bang is voor bijplaatsingen. De container, daar worden minder containers weggehaald. Oké, de wethouder. Nee, en daarom ligt nu, we hebben eerder het plaatsingsplan ook besproken met de inwoners, gevraagd om reacties. Daarom ligt het nu op de inzage met een nadrukkelijke uitnodiging om op te reageren. En daar waar de behoefte is in wijken om extra containers bij te plaatsen, dan zullen we dat ook bekijken, dat we dat gaan doen. Dat hebben we in het nieuwste ontwerp ten opzichte van het vorige ontwerp zijn er ook containers bijgeplaatst. Maar we komen ook wel eens in gesprek met bewoners. Die het wel belangrijk vinden om op korte afstand een container te hebben, maar aan de andere kant het liever ook niet vlak voor hun deur willen hebben. Ja. Nou, en dan, die voorbeelden zijn ook bekend, dat mensen een container naast hun tuin, hè? Prachtige tuin, daar ben ik geweest. Ja, en dan zeggen mensen, dan is het wat ons betreft, of een buurt zegt, minder bezwaarlijk om dan naar een andere container te lopen. Maar waarom moet, een kritische vraag, maar waarom moet de Raad van State eraan te pas komen voordat de gemeente bedenkt dat er zo'n plan moet komen waar mensen bezwaar tegen kunnen maken. Ja, dus, want ik heb in mijn mangelrubriek ombudsfunctie ben ik regelmatig bij mensen geweest die in één keer van de een op de andere dag zo'n ding voor de deur zagen staan.
Ja. Nou, op het moment dat er van de een op de andere dag zo'n ding voor de deur staat en de mensen zijn er niet van op de hoogte, dan is dat gewoon niet goed gegaan. Punt. Moet niet. Mensen moeten goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in hun eigen omgeving. En als dat opeens plomp verloren gebeurt, dan is dat niet goed gebeurd. Punt. Dat mag gewoon niet. Okay. En dus daar zijn we het ook over eens. En wat ik net zei, van deze periode gebruiken we ook om te luisteren welke reacties er nog zijn, in gesprek te gaan met daar waar de behoefte is om extra containers bij te plaatsen of eventueel nog containers te laten staan. Nou, dat hebben we nu de afgelopen periode op een 60-tal locaties besloten om extra containers te laten staan. En dat komt ook tegemoet aan de behoefte is die er bij de inwoners is. Dus een extra container eventueel, als daar veel behoefte aan is, dan gaan we die plaatsen. Ja, en toch zegt meneer Van Essen dat opnieuw met het plan zoals dat nu ter inzage is gelegd, dat daar een aanleiding in zit om de gang naar de Raad van State te maken. En dan, waar het net om ging, was de 75 meter brengafstand die in het huidige plan niet vermeld staat. Oké, okay, als ze een zienswijze willen indienen, dan moeten ze ook weten waar ze recht op hebben. Ja, en het recht dat moet echt vastgelegd zijn. En in de gemeenteraadsvergadering is afgesproken een uitgangspunt. En dat is ook door de heer Elverink in de raadsvergadering naar voren gebracht. En die geluidsopnames kan iedereen nog nalezen. Ik heb een USB-stick bij me waar die geluidsopname op staat. Die zal ik straks overhandigen aan de heer Elverink. Kan hij daar nog een keer naluisteren. Er is afgesproken 250 meter afstand en geen gemiddelde afstand. En natuurlijk belachelijk dat iemand, een jonge gezonde kerel die 50 meter van de container woont, of een mevrouw die gehandicapt is en die met een rollator 450 meter van de container woont, ja, dan heb je gemiddeld 250 meter. Maar dat is natuurlijk absurde gedachte. Dat is nergens in Nederland gebeurd hier. Je kunt niet met een gemiddelde afstand werken. Oké, okay, het is nog steeds niet goed, dus volgens jou. Maar ik wil graag even van de wethouder weten. Er wordt dus gezegd, we maken opnieuw de gang naar Den Haag. Hoe staat de gemeente daarin? Angst en beven? Nee, of met vol vertrouwen? Nee, ik vind het in eerste instantie gewoon heel erg jammer dat dat gebeurt. En dat nodig is ook vanuit de overtuiging die de heer Van Essen heeft, dat wij iets doen wat niet goed is. Kijk, datgene wat wij doen, dat doen we voor het bereiken van milieudoelstellingen in onze stad. Op gebied van duurzaamheid. En daar doen we het uiteindelijk voor. Daarvoor voeren we een aantal maatregelen in. En vroeger zei je, maar dan heb ik het weer over juridisch. Maar vroeger zei de wet milieubeheer, daar had het over 75 meter. Dat stond dan in verordeningen. Maar dat geldt niet meer. Nu gaat het over een redelijke afstand. De gemeenteraad die heeft bepaald, en dat kun je ook terugluisteren op geluidsfragmenten. Maar met name naar het raadsbesluit zelf en de stukken die op tafel lagen allemaal. Daar is een besluit over genomen en daar staat een gemiddelde brengafstand in van 250 maar meter. Gaat er niet te veel uit van gezonde mensen? Gaat er niet te veel uit van gezonde mensen? Ik bedoel, niet iedereen is goed te been. Nee, als je met een rollator loopt, is elke meter natuurlijk. Ja. Toch? Nee, en dat besef ik mij. En daar hebben we ook te degen rekening mee gehouden. En daar waar het nodig is, zullen we daar nog extra rekening mee houden. Kijk nu even naar André Mosman, voorzitter van de gehandicaptenraad. Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen op leeftijd. Kijk, wij zijn dus wel van de gehandicaptenraad en wij staan ook voor de gehandicapten. Maar het senioren die dus slechte been zijn, die in wezen liften, die gewoon mee op kunnen meeliften op wat wij dus bereikt hebben bij de gemeente. Maar de andere kant is zo. Jullie bereikt bij de gemeente? We zijn lang met de gemeente bezig geweest. Want ik bedoel, kijk, het zakje wegbrengen, daar zijn wij niet op tegen als stichting. Maar onze stichting heeft gezegd, ja, maar dat kan natuurlijk niet voor mensen die gehandicapt zijn en daarnaast medisch afval hebben of incontinentiemateriaal hebben. En die mensen moeten niet één keer in de twee weken lopen, maar die lopen dus 200 keer per jaar. Dat zou natuurlijk, of lopen of rollen, dat zou natuurlijk waanzinnig zijn. Dus moet je ook beseffen dat de weg naar een container is voor een rolstoeler, die maakt nog meer meters, want daar kan die trottoir niet af en daar kan die niet op. Dus je moet al een omweg maken om er te kunnen komen. In mijn geval, als ik heel voor mezelf praat, staat denk 400 meter van mijn huis af. Dus het is niet het probleem, het ligt niet voor mij alleen, maar eigenlijk voor de hele straat. Waar staat die dan? Die staat ik ben heel slecht in straatnamen, maar die staat in de Jan van Meerstraat. En dan, dan staat die in het straatje naar het kinderboerderij. 400 meter. Ja, maar want hij is weggehaald voor die mensen waar die stonk. Dat heeft het verhaal even in de kant gestaan. Precies, aan de Ansichtstraat. Precies. Je gaf net aan dat je al het een en ander hebt bereikt met de gemeente. We hebben 3 jaar geleden al overleg met de gemeente gehad. Dus met medewerkers van de gemeente over dat ze dit beleid in willen voeren. Hoe ze dat precies wilden, dat was nog niet bekend.
Ze hebben alleen gevraagd hoe wij als stichting daar, als gehandicaptenraad daarover dachten. Nou ja, dat was natuurlijk een beetje moeilijk gezien het feit dat wij wisten niet wat op ons afkwam. Dat is later wel gebleken en we hebben, zoals het bij de gemeente hoort, ik zeg het maar ronduit, moeten vechten om iets te bereiken voor de gehandicapten. Maar wat heb je bereikt, hè, André? En wat wij bereikt hebben is dat wij op basis van het VN-verdrag voor gehandicapten, want daar gaat het om, dat wij op basis daarvan de gemeente ons, dus de mensen die gehandicapt zijn, faciliteert en de mensen de grijze container laten behouden die dan de naam zorgcontainer krijgt. En als die vol is met incontinentiemateriaal of medisch afval, want dat is allemaal restafval. Oké, en maar over hoeveel mensen praten we dan? Ja, dat is, daar ben ik een beetje boos over eigenlijk, om gezien het feit... Nee, maar even, geef even aan, om over hoeveel mensen praten. Ja, wij hebben een telling van tussen de, zeg maar, 1500 mensen ongeveer die daarvoor in aanmerking zouden komen. Potentiële doelgroep die eventueel die container mag houden, de wethouder. Ja, en op dit moment gaat het om 71 huishoudens. We schatten in 200 op basis van de huidige inschattingen. Ja. Kijk, mensen die minder mobiel zijn, daarvan hebben we ook gezegd, en we hebben 2 weken of 3 weken geleden ook nog een keer met elkaar, of mijn medewerkers met u om tafel gezeten, om ook even te polsen en te horen van hoe leeft het nu? En wat zijn de zaken waar we eventueel nog extra voor moeten zorgen? Want kijk, het VN-verdrag wordt genoemd, maar ik ken dat hele VN-verdrag. Het gaat mij om dat parlement. Dat valt ons dus tegen eigenlijk van de gemeente. Ja, maar dat zijn VN-verdrag. Ja, want dat zou je wel moeten weten. Ja. In je parlement. Nee, laat ik zo zeggen. We hebben het VN-verdrag niet nodig om te zorgen voor elkaar in onze stad. En op het moment dat mensen minder mobiel zijn, en daar wil ik naartoe, minder mobiel zijn en ze zijn niet in staat zelf of te organiseren om hun afval weg te brengen, dan zorgen we daarvoor, dan helpen we die mensen. Dat doen we nu dus met die zorgcontainer. SP, Floor Vergraal, voorstander van het omgekeerd inzamelen. Floor, je hebt wel wat aanpassingen bepleit. Wat zijn die aanpassingen? Ik ben blij dat eigenlijk iedereen hier voorstander is van het feit dat we minder zwerfafval willen. Hè? En dat we... Volgens mij ziet ook iedereen wel van het omgekeerd inzamelen is een manier waarop je daar zou kunnen komen. Alleen er zitten nogal wat haken en ogen aan. Hè? Van, we horen allemaal wel de zorgen die mensen hebben en we horen de problemen die mensen hebben. En er zit ook wel een relatie tussen. Dus volgens mij moeten we als gemeente met name heel krachtig die problemen oplossen. En ook laten zien hoe we dat oplossen. En moeten we ook zorgen dat de zorgen weg zijn. En een deel van de zorgen gaat over de mensen die... problemen hebben. Ja, maar dat is net maar... een behoorlijk aantal, want ik hoorde André Mosman een aantal van 1500 noemen en de wethouder 200. Ja, en ik heb ja maar daar wil ik soms wel iets over zeggen. Nee, maar eerst in de aanpassingen van... Maar volgens mij zijn er wel wat dingen te bedenken. Meneer Van Essen had het al over het aantal containers, hè. Dat is natuurlijk hartstikke arbitrair. Hè. Van, ik heb zelf ook eens gekeken, in Zwolle draait het al een tijdje op deze manier. De hanteren is 150 meter. Geef even puntsgewijs aan de aanpassingen, want we gaan naar de muziek. Oké. Eerste deel volgens mij, de aanpassing die we in ieder geval moeten doen, is zorgen dat er meer containers zijn. Meer containers? We moeten wel zoeken meer containers. En volgens mij is een goede weg om ook eens te gaan kijken, van kunnen we dit ook niet gewoon opnemen in de WMO? Dan ben je van een heleboel ellende ben je af. Hoef je zelfs die extra inzamelronde met die vrachtwagen, hoef je niet meer te doen. Als jij ervoor kunt zorgen dat de huishoudelijke hulp in de WMO ook zorgt voor het wegbrengen van die afval. Ze kunnen ook strijken en wassen. Schoonmaken van een huis. Heeft er niet wat te maken ook met een schoon huis, een schone omgeving. Ja. Volgens mij is het ook waard om dat eens even goed te onderzoeken. Er zitten wat mij betreft heel veel voordelen aan. Veel van die mensen heb je al in beeld. Andere mensen krijg je in beeld. Je kunt ze faciliteren in het wegbrengen van de spullen. Hoe vaak dat ook nodig mag zijn. Hè? Want zeker als je praat over incontinentiemateriaal. Ja, dan is één keer in de week... Even af om meer containers in de WMO, kijken wat mogelijk is om de huishoudelijke hulp dat te laten brengen. Ja, en misschien moeten we ook alle mensen in de laagbouw ook wat faciliteren van ga maar eens wennen aan het wegbrengen van die zakken. Mensen moeten wennen aan de grootte, hoeveel past er nou in? Misschien moeten ze wel een aantal gratis kliks aanbieden. Kijk, mensen in de hoogbouw, die doen het al jaren natuurlijk. Hè. Die brengen al jarenlang hun afval zelf naar een container. En nu moeten ze daar ook nog een stukje voor betalen. Wat ons betreft gaan we daar op inzetten. Van, neem het op in de WMO, zet meer containers neer. En kijk of je misschien wat mensen kunt faciliteren om eraan te wennen. Hoe ze ook efficiënt hun afval kunnen wegbrengen. Want dat is nog best lastig. Ja. Het WMO-verhaal, dat houden we heel even vast. Want André, daar wil ik zo meteen heel graag een reactie van jou op. Maar we gaan eerst, Gerard gaf net al aan, we gaan eerst even luisteren naar muziek. En wel naar muziek van het trio Lovers Alliance. Nou had ik al wel begrepen...
Ik ken jullie nog niet. We gaan vanavond, ik neem aan Gerard ook voor het eerst van jullie horen. We hadden jullie al kunnen beluisteren onlangs bij de Cactus. Waar jullie hebben gespeeld. Zeker. In het voorprogramma. En dan moet ik spieken van Jake Etheridge. Die we kennen van de Common Lineage. En Matthew Crosby. En de muziek die jullie brengen, dat is een mix van country, Americana met een sausje folk erop, begrijp ik, hè? Zeker, ja. Ja? Hoor jullie mij? Ik weet niet, ja. Kunnen jullie, wil je zelf even aangeven wie jullie zijn en welk nummer jullie te horen brengen? Zeker, gaan we doen. Links, voor de kijker, rechts staat Leroy, daar staat Hester, ik ben Rosalie. En inderdaad, we hebben een aantal weken geleden opgetreden in de Cactus. Voor eigenlijk onze, als voorprogramma voor onze voorbeelden, twee leden van de Common Lineage. Want dat is eigenlijk de muziek ook die we maken, ja, de driestemmige country. En het gaat heel erg om de harmonie en de zang samen eigenlijk. Dus ja. Stay Close to Me. Dames en heren, Lovers Alliance. Ja. Breeze, the way it's blowing through the trees, the wind of change. The rustling of the leaves seems like whispering to me, carrying your name. And I couldn't wait a day longer. Colder. Dat waren Lovers and Lions. Helaas voor de mensen thuis.
En gelukkig voor de mensen hier aanwezig, Brasserie Sonage, jullie brengen straks nog een nummer. Maar ja, ik weet net wat ik zei, dit is buiten de radio-uitzending. Wij hebben het geluk wel. Ja. Mensen thuis helaas. Ja. Volgende keer ook maar naar de brasserie. Ja, volgende keer gewoon komen. We gaan terug naar het onderwerp. De WMO viel net. André Mosman, voorzitter gehandicaptenraad. Dat stukje, dus het wegbrengen van het afval. Ik vind het idee wat gesteld is over de WMO om daar een gesprek mee te hebben en met de politiek om te zeggen van dat zou een mogelijkheid zijn, dat is natuurlijk dat is bespreekbaar. Maar hoe zou ik dat voor moeten stellen? Dus de huishoudelijke hulp brengt dan dat zakje weg? En meerdere containers op korte loopafstand. Ja, kijk, nu is het zo dat huishoudelijke hulp een bepaald takenpakket heeft. Nou, dat takenpakket kun je natuurlijk uitbreiden. Ja, daar moet je natuurlijk wel voor betalen als gemeente. Maar voor het ophalen van containers bij huis moeten we ook betalen met z'n allen. Dus, dus dat het is het zeker waard om er even goed naar te kijken. Want het zijn natuurlijk ook dezelfde mensen die problemen hebben met bewegen, die vaak ook hulpmiddelen hebben in de WMO. Er zit een hele grote overlap in die doelgroep. Okay, maar is dat ook vrij snel te realiseren of gaat er een onderzoek aan vooraf dat een jaar duurt? Want ergens gaat het omgekeerd inzamelen zal ingevoerd gaan worden. Is de WMO dan ook zo ver aangepast dat dit mogelijk is? Nou, dat durf ik nu niet te zeggen. Hè. Van, het komt nu ook, of nu, we hebben daar wel over, het komt in ons op. We hebben daar volgens mij over tweeënhalve weken goed gesprek ook met het college over, alle politieke partijen. Ja, volgens mij is dit een van de opties waar je eens even goed over zou moeten nadenken. Is dit geen oplossing voor veel van die mensen die nu problemen ondervinden? Maar kan de zorginstelling dat waarmaken? Als je daar een goed aanbod voor krijgt, die moet dat vragen aan de zorginstelling. Het komt nu in één keer zo op tafel, zeg maar. Maar de zorg moet het waar kunnen maken. Ik bedoel, binnen de minuten die ze hebben. Dus ik ben de huishoudelijke hulp, ik kom met mijn vrouw. Maar ik zeg dus niet binnen de minuten die ze hebben. Van als jij daar ook een vergoeding voor gaat geven, betekent dat dus niet binnen de huidige minuten. Dan moet je dus rekening mee houden dat er een extra taak bij komt. Maar als het gaat om 200 mensen, wat de wethouder zegt, die dus eventueel binnen die WMO geholpen zouden worden, waar praten we dan over? Hoeveel geld? Ja, dan moet ik een heel snel sommetje maken. Maar stel dat die containers op 250 meter staan. Ja. Nou, dan ben je in een minuutje of vijf ben je wel heen en weer. Volgens mij. Dus er wonen ook mensen in het buitengebied, hè, van Hengelo. Ja, nou ga je te veel in detail. Het afvalbeleid van gemeente Hengelo. Ja, maar even de kenmerken volgens mij. Wat kost het? Volgens mij ben je met enige 10.000 euro's ben je klaar. Wethouder. Ja. Nou, ik vind voor dit soort ideeën vind ik interessant. Ik sta op om daarnaar te kijken. En het raakt niet alleen het probleem met afval, met het afvalzakje, want op het moment dat iemand daar problemen mee ondervindt, zijn er ook andere vraagstukken in het huishouden. En het is op zich niet verkeerd om eens te kijken of je dat integraler kunt bekijken. Is dat geld er? We praten over 30, 40, 50.000 euro. Is dat geld er? Ja, dat zouden we allemaal moeten bekijken. Dat is een kwestie. Maar ook iedere andere oplossing kost natuurlijk ook geld. Ook een zorgcontainer die aan huis wordt opgehaald, kost ook geld. Ja. Dus je bestraat aan de ene kant wat en je wint aan de andere kant wat. En hoeveel dat is, dat zal uitgewerkt worden. Ik begrijp dat de SP zich sterk gaat maken voor dit idee. Ik ga me in ieder geval sterk maken om dit idee uitgewerkt te krijgen. En dat het niet zomaar een ballonnetje is die hier losgelaten. Wij hebben daar wel wat over gesproken en ook wat aangerekend. Dat we denken van nou, het is niet zomaar een ballonnetje. Hier kan wel serieus naar gekeken worden. Maar je gaf net ook aan meerdere containers of een aantal containers extra. Ja. Bovenop de locatieplan zoals dat nu te eens aangelegd. Dus er moeten er nog meer komen dan. Dat is ook sterk afhankelijk van wat de mensen zelf willen. Hè. En, kijk, het is ook niet zo makkelijk om te zeggen, we doen ze allemaal binnen 100 meter. Ja, maar ik begreep van Eddie, er zijn er 90 al weggehaald en er komen er 60 terug. Eddie, klopt minus dat? 30. Ja. Het is min 30 nog steeds. Ja. Ja, jij zegt meer containers, maar het is nog altijd min. Ik zeg meer containers, het is altijd nog minder dan misschien wat er, ik kan me niet voorstellen dat het minder is dan het geweest is. Bij de hoogbouw overigens wel. Maar er moet een goed plan aan liggen, maar we zullen er ook rekening mee moeten houden dat een container natuurlijk met een zekere regelmaat geleegd moet worden. Een container die van een kwart vol zit. Systeem, dat moet goed werken. Ja. Er zijn inderdaad meerdere criteria waar je rekening mee moet houden, maar je kunt bijvoorbeeld denken, dus we laten heel veel, 60 van die containers laten we er staan. Dat was ook de behoefte en het verzoek van bewoners. Dat doen we, die blijven staan. Maar er staan bijvoorbeeld ook, dan moet je denken in Teams Land, er staat een container en schuin aan de andere kant van de straat staat ook een container. En dat is voor die mensen die daar wonen, is het geen probleem dat een van die twee containers weghalen. Wat wij wel moeten voor zorgen, en dat ben ik met u eens, is zorgen dat het werkt. Dat er altijd een zakje in kan, dat die niet vol is. En dat het ook schoon en netjes eruit blijft. Ja. En dat is wel een opdracht. Ja, even kort, twee dingen. Ik vind het
van dat WMO-verhaal vind ik een belachelijk verhaal. We gaan zorgverleners gaan als vuilnisman bombarderen. Dat is allemaal symptoombestrijding. Om gewoon een plan dat gewoon in de wezen niet deugt. En wat totaal geen toegevoegde waarde heeft voor het milieu. Want dan moet je teruggaan naar de kern van de zaak. Het is wel geen toegevoegde waarde. Het is gewoon een fixatie op kilo's westafval. Men gaat om kwantiteit. In plaats van daar ook kwaliteit. Ja, zeker. Een ander punt over die afstand van die containers. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Maar je moet gewoon van een bepaald uitgangspunt uitgaan. En dat is gewoon de loopafstand. En geen gemiddelde afstand. In Den Haag heb je gewoon 75 meter. Dat staat helemaal vol met containers. In de wet staat dat het laagdrempelig moet zijn. Mm-hmm. Nou, wat is dan laagdrempelig? Daar kun je lang en breed over discussiëren. Maar in de oude afvalstoffenverordening stond gewoon 75 meter. Even naar Flor Verouw. Antwoord, reactie. Ik hoor net een belachelijk idee noemen. Ik hoorde meneer Van Essen ook zeggen van ja, dat omgekeerd inzamelen staat eigenlijk niet ter discussie. Maar dat betekent... Ja, zeker wel ter discussie. Ja, maar... Niet alleen het omgekeerd inzamelen, ook het hele dichtuitverhaal is een belachelijke taak. Ja, dat kan, maar dat is natuurlijk wel een aantal uitgangspunten waar we... onze besluitvorming op hebben gebaseerd. Die zou je weer ter discussie kunnen stellen, maar volgens mij is onze hele organisatie daar op dit moment op ingericht. En dit is een methode om de milieudoelstellingen te halen. Ik haal dit van de website van de SP, ja, van de SP van 15 jaar geleden. Ja. Difta is een gedrocht van BMW's hersenen zonder de bevolking te vragen of te raadplegen. Het hele idee is op zich al belachelijk, het huidige systeem is perfect. SP. Ja, dat klopt. En u noemt het inderdaad correct. Difta hadden we het op dat moment over. En u moet ook weten dat de SP, ik neem aan dat dit uit Zoetermeer komt, die kreten ken ik. De SP heeft hier in Hengelo ook heel lang bepleit van eigenlijk zouden wij niet willen betalen per klik of per kilo, maar zouden wij het per huishouden beter vinden. Nou, we hebben uiteindelijk besloten dat niet de aanpak wordt. Dan moet je op een gegeven moment daar toch bij neerleggen en dan toch wat anders gaan doen. Dat is ook de situatie die in Zoetermeer is. En je ziet trouwens ook in Zoetermeer, hè, waar inderdaad de SP daarvoor gestreden heeft, dat de afvalstoffenheffing meer dan anderhalf keer zo hoog is als in Hengelo. Dat zijn dan ook de gevolgen die daar aan zitten. Ik ga even vragen aan de zaal. Zijn er al mensen met vragen? Komt u dan hierheen? Ja, dit... Nee, maar ik vind het idee van het overleg eventueel en te bestuderen of het kan via een WMO, dan pak je dus niet alleen de gehandicapten, maar ook de mensen die heel slecht en oud zijn en met een rollator lopen. Want het is de rest van je leven plus zonder en het gaat er wel om dat we al die mensen die daar problemen hebben, dat we die op een gegeven moment in kaart krijgen en ook meer containers. Helpen. Oké, okay, dus, even André Mosman, de suggesties waar SP mee komt. En die discussie prima. Zal me aansluiten, zeker met de gemeente. Oké. Okay. Nou. Even voorstellen. Ja, Leo Janssen, lokaal Engeland, raadslid. Ik heb een paar vragen aan de wethouder, maar ook aan Flor van Grouw. Flor heb ik er maar eentje, voor de wethouder heb ik een paar, want ik had eigenlijk 10 vragen hierop staan. Even de vraag stellen. Ja, even de vraag stellen. Nee, maar dat kost veel tijd. Nee. Oké. De wethouder heeft het over communiceren. Het schijnt niet echt goed gecommuniceerd worden tussen het college, misschien ook wel de raad, maar zeker richting de inwoners niet. Dus we gaan beter communiceren, maar luistert de wethouder ook naar 4000 huishoudens die de petitie hebben ondertekend? En zo ja, wat gaat daarmee gebeuren? U heeft 4000 handtekeningen gekregen dat de grijze container behouden moet worden. Wat gaat u daar nou mee doen? Wethouder Elfrink. Ja, de eerste vraag of ik daarna luister. Ja, daar luister ik naar. Ik heb de initiatiefnemers van die actie om die handtekeningen te verzamelen. Die heb ik tot 2 keer toe ook gesproken. Ook uitgenodigd om een kop koffie te drinken en toe te leggen. Wat hun drijfveren zijn en wat ze doen. Dus luisteren en het gesprek aangaan, dat doe ik. En dat zal ik ook blijven doen. 4000 personen, dat is ook... Huishoudens? Ja, maar 4000 handtekeningen. Die zijn gezet en dat is ook aan de orde geweest in de gemeenteraad. Niet alleen bij de behandeling van de kadernota, maar ook eerder dit jaar is dit besproken. Kan die grijze container niet blijven staan? Ja, de gemeenteraad bepaalt toch de kaders in onze gemeente en dat weet u. De gemeenteraad heeft bij herhaling gezegd van dat besluit wat we hebben genomen, dat omgekeerd inzamelen staat niet ter discussie. Dat zal ingevoerd gaan worden. Dus 4000 handtekeningen van 4000 huishoudens, die schuift u aan de kant? Nee, die schuif ik niet aan de kant, want dat zijn 4000 mensen die zich zorgen maken over wat er verandert. Wat ik net zei, daar heb ik naar geluisterd en daar zal ik ook naar blijven luisteren en mee in gesprek gaan. Maar u moet weten, u bent ook gemeenteraadslid al heel lang, dat de gemeenteraad soms besluiten neemt
waar niet iedereen het mee eens is. Maar dan nog, meneer Janssen, dan nog vanuit het algemeen belang, ja, neemt de gemeenteraad besluiten om doelstellingen te bereiken. En de doelstellingen die we hier willen bereiken, en daar bent u ook altijd 100% voorstander van geweest, zijn doelstellingen om meer grondstoffen uit het afval te halen, zodat ja, okay, het recycled. Oké, okay, doelstellingen zijn wel bekend. Ja, toch, we gaan even verder. Volgende vraag. We gaan even naar de B-vraag, want we hebben... geen gemeenteraad. Gewoon even de volgende vraag. De volgende vraag is... Daar viel bijna een zak, volgens mij. Maar dat was wel even, we hebben dus over 4000 handtekeningen gehad, maar we hebben het ook over de politiek. En er komt steeds meer partijen die zich aansluiten, eerst bij Stan Hasthuis, daarna bij Lokaal Hengelo, lid van Veen is dat. Maar er zijn ook meer partijen, zoals de Partij van de Arbeid, we hebben gehoord van... Wat is je vraag? De vraag is, wat doet u met die signalen die nu ook vanuit de politiek komen? Want dat is wel iets voor het college. Ja, CDA, PvdA, afgelopen week. Noem maar op. Op die signalen, daar luisteren we naar. En we gaan daarover binnenkort met elkaar in gesprek. En de gemeenteraad die zal ook moeten aangeven als zij of suggesties hebben ter verbetering. En vanavond zijn er hier een aantal gepasseerd. Of de gemeenteraad die wil wat anders, dan zal de gemeenteraad dat besluiten. Er komt nog een infoavond, hè? Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Ja. En dat doet ze zo zorgvuldig mogelijk. Wij proberen ook zo goed mogelijk te communiceren met iedereen. En daar waar iemand zegt, u heeft niet met mij gecommuniceerd. Ja, oké, Marcel. Dan gaan we dat herstellen en dan gaan we dat verbeteren. Nee, maar even. Er komt nog een infoavond op verzoek van het CDA. Nee, er komt... een infoavond deze maand. Ja, presidium heeft 27 september weer een infoavond. Even een vraag nog voor Flo van Grauw. Ja. Even snel. Ja, ik heb nog even een nieuwtje voor Nee, voor even een vraag. Nee, nieuwtje vraag voor Flo van der Grauw. Ja. Er is een mooi interview geweest op de website van de SP. Ja. Ik heb hem met belangstelling zitten te lezen. U zegt van... containers moeten meer containers worden geplaatst. Nou, we hebben al begrepen dat zit in die 60 en niet in nog meer. Maar goed, moet meer containers worden geplaatst dan nodig is. En de zorgen van de mensen moeten worden weggenomen. Ja. Ik heb dezelfde vraag voor ook de SP, die toch altijd voor de mensen stond. Ja. Zeker in de mensen die het moeilijk hadden. Wat doet u met die 4000 handtekeningen? Doet de SP daar niets mee? Goeie. Nou, volgens mij heb ik dat ook net gezegd. Van ik snap de zorgen. En ik snap ook de problemen die veel mensen daarmee hebben. Ik ben net als meneer Elverink aan het praten. Wat doet nou de SP met 4000 handtekeningen en niet van we luisteren, communiceren is toch al moeilijk. Wat doet nu de SP met 4000 handtekeningen van 4000 huishoudens die zeggen die grijze container moet gewoon blijven? Dan zeg ik tegen die mensen, ik vind dat inderdaad een goede gedachte en ik zou het ook wel willen uitrekenen. Maar vervolgens moeten wij wel met z'n allen... alle kosten ook opbrengen die met de afvalinzameling te maken hebben. Wij betalen die afvalinzameling met z'n allen. En dat betekent ook dat als er minder restafval komt, dat je er rekening mee moet houden, dat er uiteindelijk een steeds duurder systeem komt om dat op te halen. Dus je zult toch op enig moment moeten ingrijpen. En ik neem die mensen heel serieus. Ja, maar ik ben uitgenodigd om wat te zeggen. Dus, André Mosman, jij wilde ook reageren op de... Ik wil graag even reageren op die 200 en die 1500, want daar hadden we het net over. Kom er zo nog op, want er is nog een vraag uit de zaal. We houden de tijd in de gaten. Volgende vraag. Ja. Even voorstellen. Mijn naam is Daan Broesel, ik ben secretaris van de Gehandicaptenraad. En meneer Vroeger, u praat over gehandicapten, niet met gehandicapten. U heeft net over WMO, medisch afval over straat moeten brengen. Dat is wettelijk verboden. Meneer de wethouder, het VN-verdrag... Nee, maar even uw vraag. Ja. Dit is voor vragen bedoeld. Nou, niet een hele toelichting op het VN-verdrag. Nee. Hoe wilt u dat dan realiseren? Voor wie is die vraag? Ik heb ook gezegd, van, het is iets wat nader uitgewerkt zou moeten worden, waar inderdaad goed naar zult moeten kijken. Maar een groot gedeelte van die groep gaat het niet om medisch afval. Gaat het om problemen met de bewegingsapparaat, dus die gewoon problemen met normale restafval weg te brengen. En voor de mensen met medisch afval moet je inderdaad misschien wel een hele aparte manier gaan vinden om dat toch weggebracht te krijgen. Ja, dat heb je aangegeven, de WMO. Ja. Volgende vraag. Oké, maar ik heb het heel zin in de aanleiding van de vraag van meneer Janssen. Hoorde ik u het antwoord geven dat zaken moeten worden berekend in verband met mensen die de grijze container wilden houden. En dat bevreemd mij, om de heel simpele reden dat de afvalstoffenheffing is dekkend. Wij betalen het voor alle kosten.
Dus als 85% van de bevolking zegt van wij willen die bank houden, kost u dat niks extra, we betalen dat zelf. Denkt u de gemeente dat we zelf maar besluiten? Wij betalen daarvoor, meneer. Wij betalen voor die service. En nu de vraag? De vraag is, hoe komt u dat u dat moet berekenen? Wij betalen alles uit eigen zak. Dat klopt, wij betalen alles uit eigen zak, maar op enig moment wordt wel de efficiëntie van het ophalen, die zal naar beneden gaan. Als er minder afval komt, dan wordt het gewoon minder efficiënt om het op te halen en moet je toch ook gaan kijken naar andere middelen. Nog even afgezien van de milieudoelstellingen die erbij zitten. Waarom gaan we in godsnaam nog steeds elke 14 dagen door Hengelo en je omgrenzen containers in te nemen, terwijl het bekend is dat ze 7 tot 8 keer per jaar in de straat staan en we gaan elke 4 weken gaan we dus de PMD-containers leren, waar dus gewoon voedingsresten in zitten, waarbij de kleppen omhoog staan, die worden elke 4 weken geleegd en de resten van de containers gaan ze elke 14 dagen gewoon oprijden, zoals in Bonn en Nauwelo gewoon één keer 4 weken doen. Ja, Eddy, nog één vraag. Ik ben Louis Heuvels. Mijn vraag is hoe de gemeente denkt de bewoners te betalen voor het omgekeerd inzamelen. Het is een taak van de gemeente om het huisvuil op te halen, heb ik begrepen. Er zijn mensen die geprobeerd hebben om een andere firma in te schakelen. Dat mag niet. De inwoners zijn nu aan het werk voor de gemeente. Ik ben niet zo duur. Ik kost zo'n 100 euro per uur, denk ik. Stel dat ik een half uur per week bezig ben met afval inzamelen, maal 50 weken. Wie betaalt dat? Hoe betaalt u dat aan de inwoner? Van wie is de vraag? Van mij. Nee, voor wie? Aan de wethouder. Ja, aan de SP. Ik wil hem wel beantwoorden. En kijk, we betalen dat niet rechtstreeks uit, maar u heeft het gemerkt als u in staat bent om goed afval te scheiden, dat u de afgelopen jaren minder afvalstoffenheffing bent gaan betalen. En gemiddeld genomen is dat per huishouden in onze stad over een periode van 4 jaar is dat 60 euro op jaarbasis. Wat u heeft verdiend met het betere scheiden van afval. En op het moment dat u in staat bent om goed afval te scheiden en bijvoorbeeld papier en plastic niet in de grijze container of zak doet, maar in de container die gratis eens in de 4 weken aan huis wordt opgehaald en ook door verenigingen die papier ophalen. Als u in staat bent om dat te doen, bent u er nu gemiddeld genomen als 6 tientjes op jaarbasis op vooruit gaan en daarmee verdient u terug de afvalbegroting. Maar dan nogmaals, het gaat alleen over financiën, het gaat ook over de milieudoelstellingen. De afvalbegroting van de gemeente is in die periode ook van 11 miljoen naar 8 miljoen gegaan. Ik wil nog heel even, we hebben echt nog maar heel kort. André Mosman, de 200 mensen die in Amerika voor het zorg konden. Heel kort, we hebben met 15 minuten of zo'n seconde gaan we de uitzending uit. Ja, dat is heel kort. Oké, nou goed. Wij zijn toch wel teleurgesteld in de gemeente. Zie ik u ook wel een beetje in de krant. Even snel om te stoppen. En dat gaat om het feit dat de krant of de gemeente weinig roepbaarheid geeft in aan het feit dat mensen zich kunnen melden bij het zorgbedrijf. Oké, maar heb je er gemeld? Nee, we moeten stoppen. We moeten stoppen nu. Heel jammer. We kunnen het zo nog verder over hebben voor de mensen thuis. Ja, moeten we nu afronden. Mensen thuis, bedankt voor de krant aankomen. Ja, precies. Naar de precies. Bedankt voor het luisteren. De live uitzending is hiermee voorbij. We kunnen nog napraten zometeen. Maar dat is zo meteen. Stoppen nu. Ik wil iets zeggen over de kosten. Nee, kan niet meer. We willen de gasten hartelijk bedanken voor nu. De live uitzending is hiermee voorbij.